Goedemorgen lieve kijkwijskinderen. Het is nu 10 uur woensdagochtend. Ik ben vandaag een dagje vrij. Ik doe zo, want ik heb vandaag echt een to-do dag. Ik moet echt heel veel dingen doen. Of heel veel dingen voor mijn doen, voor wat ik nu zeg maar doe. Moet ik best wel wat dingen doen. Ik ga daar ook even een schema maken. Hoe ik dat aan ga pakken en hoe ik die dingen ga doen. En want dat was dus een tip van hulpverlener. Ga een schema maken. Er staat lekker een eitje. Nou, er staat nog geen eitje te koken, maar het water staat te koken. Zie je het? Ja. Om een eitje te koken. Want ik ga even ontbijten eerst. Daar begin ik mee. Ik ben om 8:30 opgestaan. Ik heb me gedoucht. Dat duurt bij mij altijd even. Ik heb me aangekleed. Nou ja, aangekleed. Met dit shirt ga ik niet de deur uit. Dat shirt ga ik niet de deur uit, wat ik dus al zei. Maar ja, een beetje soort van aangekleed. En een soort van luxe ontspanningsding. En dan ga ik dus eventjes... ik moet vandaag naar de mediamarkt. Ik moet een pakketje ophalen. Ik moet mijn kamer opruimen. Nou, dat moet niet meer. Dat wil ik graag. Ik moet koken. Dat moet wel. En ik wil een filmpje opnemen. Dat filmpje opnemen, dat is... optioneel. Ik moet niet te veel hooi op mijn vork nemen. Maar goed, we gaan lekker even eten. En daarna gaan we dus even een schemaatje maken. Ik heb trouwens zo'n ding gekocht. Wat handig moet zijn om mee te vloggen. Deze was ook bij de Mediamarkt gekocht. Daar moet ik vandaag even naartoe ook. Want ik had een microfoon gekocht en die doet het gewoon niet. Voor op mijn nieuwe camera. Maar ik ga deze eventjes openmaken. Dit is echt zo'n anti-vrouwtjesysteem. Echt zo van iets wat ik gewoon nooit open ga krijgen. Ja, misschien in 10.000 jaar. Maar ja, ik kan maar niet veel, want als de batterij leeg. Maar ik ga het nog even proberen. Ik ben toch al best wel even bezig met de schaar en zo. Maar het werkt gewoon niet. Dit is gewoon tegen mij verzonnen of zo. Ik weet het niet. Ik had 10.000 jaar later voorspeld, maar het is 6.000 geworden. Hij ziet er wel handig uit. Ik ga hem nou ook eventjes op mijn camera doen. Onder mijn camera uiteraard. Kijk, hij zit erop. Ik vind hem op zich ook al heel erg handig. Hij moet ook kunnen buigen. Mensen, dat stond in de beschrijving. Maar dat ga ik nou niet doen, want dan gaat de broek kapot. Mijn kennende. Maar hij houdt wel heel erg handig vast. En je kan hem ook zo doen, dus hij hem ook neer kan zetten. Dan heb ik daar goede statieven voor, dus dat is dan niet zo heel belangrijk of zo. Maar ja, op vakantie wel. Want dan neem ik alleen deze mee. En dan kan ik alsnog vloggen en filmen en zo. En filmpjes opnemen, mocht ik dat willen. Boterham met je pindaklaas. Pindaklaas, hoor mij nou. Een glaasje water en een boterham met een eiken. Een eiken, hurt erbij. Er werd me laatst gevraagd van, spreek je ook dialect? Ik ken mijn eens goede dialect praten. Misschien nog wel beter dan algemeen beschaafd Nederlands. Ik moet ook best wel moeite doen om te schakelen, zeg maar. Maar goed, ik ga dit lekker even in de zon opeten. Een Harry Potter boek. Twee boterhammen, het glaasje water en daar een mandarijntje, weer een vakje nodig. Ik ben nu in deel 4 bezig. Oeps, dat is los. Ik heb gisteren deel 3 uitgelezen. En dus ik ga nou lekker even eten en wat lezen. En dan wel snel weer overeind, want dan blijf ik heel de morgen zitten. Ik ken mezelf. Ik heb toch maar even mijn studiootje in elkaar gezet, want ik zat te denken. Ik moet morgen toch in Eindhoven zijn, dus misschien is het makkelijker als ik morgen die dingen terug ga brengen naar de mediamarkt. Ik heb 2 softboxen onder in de FAQ, staat welke het zijn, naar mijn nieuwe cameraat. Ah. En mijn spreuk en mijn kaarsje die alweer uit is, moet ik daar ook weer even aandoen. Ik ga toch maar even eerst die filmpjes opnemen, want dan heb ik mijn make-up al meteen op. En dan kunnen we daarna even die andere dingen gaan doen die we wilden doen. Natuurlijk heeft Vrouwtje er 1 grote bende van gemaakt. Ik heb een geweldig organisatietalent, want mijn camera was leeg. Gelukkig had ik het filmpje al af, maar het andere filmpje dat ik op wil nemen doe ik dus even dadelijk. Het is nu bijna 11:30. Ik ga even boodschappen doen voor het avondeten van vanavond. En meteen dan ook maar mijn pakketje ophalen. En dan ga ik dus morgen naar de Mediamarkt, omdat ik morgen toch in Eindhoven moet zijn. Of ja, in het centrum moet zijn dan. Daar bedoel ik al mee. En dus dat ga ik morgen even doen. Even denken, hebben we alles bij me? Ik heb mijn sleutels bij me, ik heb mijn telefoon bij me, ik heb mijn portemonnee bij me. Dat is belangrijk als je dingen wil kopen, schijnt. Ik heb een tasje bij me waar mijn boodschappen in kunnen. Mis ik dan nog iets? Volgens mij heb ik dan alles. Ik ga lekker lopen, want het is mooi weer.
En het zonnetje schijnt, het is niet zo heel ver, iets van 10 minuutjes of zo. Dus dat is nog wel te doen. En ik ga niet filmen in de Albert Heijn, want ik weet dat dat niet mag. Ik heb daar gewerkt, dus doen we dat maar niet, hè. En ik ga even mijn pakketje ook meteen ophalen. Ik heb een Essence besteld voor mijn Koreaanse skincare routine. Heb ik er eentje boven, eentje beneden. Vind ik wel fijn. Dus dan doen we het zo. Ik ben terug van de boodschapjes. Ik heb lekker ook nog even een stukje omgelopen. Gewoon omdat ik dat fijn vond. Voor ik boodschap ging doen. Ik heb kip gekocht, groenten en rijst. En dan doe ik dat lekker aanmaken met zo'n... Ja, eigenlijk is het een wrap niks. Maar dat maakt niet uit. Het is lekker. Ik heb 2 pakken bramen gekocht. Weer in de aanbieding. Oeps. En broodjes voor vanmiddag. En mijn Dr. Pepper. Ik mag 1 glas fris van mezelf op een dag. Eerst dronk ik dat echt heel de dag. Maar ik heb gemerkt dat ik er toch wel wat drukker van word. En ja... Die mag ik dan. Dit is wel meer dan 1 glas. Laten we eerlijk zijn. En lekker broodjes voor vanmiddag. Het is nu 11:15. Ik ga nog even de andere filmpje afmaken. Want nou is mijn batterij weer een beetje opgeladen. En dan ga ik eten en opruimen. Goed idee, hè? Ik heb trouwens hier mijn pakketje van Boosjes Shop. Zie je, een beetje geplakt. Dan zie je ze wel beter. Dit is zo'n Essence. Dus dat doe je onder je serum en onder je dagcreme. Heel fijn. Ik heb een andere van CoSRX, denk ik dat je het noemt. Maar die was uitverkocht. En dan heb ik er eentje boven, eentje beneden. Dat vind ik wel gewoon fijn. Eentje op mijn slaapkamer en eentje op mijn beautykamer. En een kleintje van Tiracosmax, mijn favoriete fixing spray. En die kan ik dan lekker meenemen op vakantie. Ik had mezelf afgesproken voorlopig geen make-up te kopen. Maar ja, ik vind dit niet echt make-up. Toch? Ja, dit wel. Maar dat wil ik gewoon nodig op vakantie. Nou ja, nodig. Is gewoon handig. Ik ben bang dat ik mijn tijd best wel heb lopen voor lullen. Want het is nou 1 uur verder. Het is nou 1 uur. En ik had dus het plan om een filmpje op te nemen. Maar ik heb nou dus ineens had ik zin om dat filmpje wat ik net had opgenomen te bewerken, zeg maar. Voordat mijn batterij van mijn filmcamera, dit is mijn vlogcamera, mijn filmcamera leeg is. Was. Maar ik ga nou wel echt even eten. Want ik vind dat ik daar gewoon heel goed erin moet houden. 3 keer per dag eten. En tussendoor af en toe een snackje. En dat vind ik gewoon belangrijk. Dus ik ga nou wel eerst even eten. Lekker even in de zon. Te lunchen met broodjes en Harry Potter boek. Het is nou 1 uur. Ik wil echt om 2 uur gaan beginnen. Echt eventjes na nog 1 uurtje zitten. Hebben jullie ook het gevoel dat ik dat opruimen probeer uit te stellen tot het aan afstellen komt? Ik heb het gevoel wel. Maar ik ga echt om 2 uur beginnen. Echt waar. Want dan moet ik ook straks weer gaan koken en zo voor iedereen. Dat had ik beloofd. Ik zit lekker met mijn blikje peper en mijn Harry Potter boek. En ik ga echt straks beginnen. Echt waar. Het is 2:30. Ik ga even de voice-over opnemen met deze microfoon. Ik heb die andere microfoon, dus ja, die moet ik morgen terug gaan brengen, want die doet het niet. Nou, even ik heb mijn filmpje al helemaal bewerkt en zo, muziekje eronder gezet. Maar ik ga nou nog even de voice-over doen. Het is 2:50. En ik ga toch maar naar boven, want weet je, ik ben in 1 uur klaar. Dus ik zit allemaal uit te stellen, maar ik had het al 10 keer kunnen doen. Dus ik ga toch maar gewoon naar boven. Ik ga een braaf meisje zijn. En doen wat ik met mezelf heb afgesproken. En ik ga jullie daar ook bij meenemen. Dus dat we kijken hoe ik ga opruimen, zeg maar. Ik weet niet of het interessant is, maar misschien vind je het leuk om te zien. Poeh, hoe ga je hier aan beginnen? Mijn vader zegt altijd eerst de grote dingen opruimen. En het grappige is dat het eigenlijk nogal meevalt. Normaal is mijn kamer veel grotere zooi. Maar ik wil 2 dingen aanpakken. Ik wil hier de vloer opruimen. En ik wil mijn beautytafel niet schrikken. Maar zo ziet hij eruit. Wil ik op gaan ruimen. Ik ga beginnen met die grote dingen weg te halen, denk ik maar. Aanpakken. Beauty is het niet, want het is 1 grote zooi. Deze brief kan weg. Daar hebben we niks mee van doen. Dit is mijn standaard, die heb ik daar nodig. Zonnebescherming gaat terug op het plateautje. Deze 2 dingen zijn cleansing, blijft hier. Ja.
stofzuigen. Want ik wil eerst mijn tafeltje toch nog even een klein beurtje geven. Want die heb ik vorige week nog helemaal schoongemaakt. Maar ja, die is nu alweer vies. Ik vind dat je zoiets misschien ook wel één keer in de week zal moeten doen. En ik wil deze kast even een beurt geven. Dat daar is Henk. Dat is het hart van Henk en dat is de nier van Henk. Dag Henk. En daar ligt de stethoscoop. Ik bedoel, ik ben beroepsdeformant. Even kijken, ik ga lekker even deze kastjes toch maar een beurt geven. Dat is ook al lang niet meer gebeurd, omdat ik maar toch al bezig ben. En ik ben relatief snel klaar, vind ik zelf. Daar staat nog wel wat troep daar, maar ja, dat zal altijd zo blijven. Het is een zolderkamer, dus er staat troep. Ik ga dit toch eventjes schoonmaken, even poetsen. Niet helemaal van binnen en van buiten, maar gewoon even de buitenkant. La la la, ik zing als ik poets. Ik ben een beetje gek. Ik heb ze afgestoft eventjes. Dus het is niet zo dat ik nou ineens uit het niet zomaar aan het poetsen ben. Ik heb alles even afgestoft. En ook de bovenkant en zo. En ik ga nou gewoon even vieze vingertjes verwijderen. Ik zei al, ik ga het niet helemaal uitdoen of zo, maar gewoon even de basis. Ik weet dat de mensen zeggen, het is helemaal niet opgeruimd, maar geloof me, voor mijn doen is dit opgeruimd. Daar ben je al een uurtje mee bezig en daar zie je dan heel de dag tegenop. Veel, maar ja, het is klaar. Ik wil morgen even dweilen, morgen wil ik ook mijn slaapkamer doen. Ik probeer mijn slaapkamer iedere week te doen en mijn studeer, dit is studeer, zeker beautykamer, probeer ik om de twee weken te doen. Om de week, dus. En hij is nou klaar, weer lekker. Vrouwtje is klaar. Maar ja, dan is het ook lekker weer opgeruimd en gepoetst. Tot over twee weken, maar weer de studeerkamer. Ik ben een beetje bezweet, dus ik ga even mijn make-up bijwerken. Ik zal even meer aan het licht komen staan. Dus ik ga een beetje mijn make-up bijwerken en zo. En dan ga ik nog even een filmpje opnemen. Het is nu 3:15. Ja. En dan ga ik rond 4:30 koken. Want mijn mama komt al 5 uur thuis en misschien wil die wel eten al. Het is nu 4:15. Ik heb ongeveer een uurtje zoiets zitten bewerken. Nog even een filmpje opgenomen en zitten bewerken. Mijn filmpje is dadelijk compleet. Aanpassing, dus hij gaat dadelijk geluid maken, mijn laptop. Maar ik ga nu nog eventjes in de zon zitten. En ik ga rond 5 uur beginnen met koken, denk ik. Ik had eigenlijk het plan 4:30. Maar ik heb zelf nog niet zo'n trek. En ik vind het wel fijn als je gaat koken, dat je daarna meteen zelf op kan eten, weet je wel. Oeps. Ik ga nu in ieder geval even wat water drinken. En nog even lekker in de tuin zitten met mijn HP-boek. Zo, gaat vrouwtje beginnen. Een beetje olie en de kipjes erin. De pan een beetje opwarmen. En ga ik lekker beginnen met koken. Het is scharrelkiep, maar ik zie deze kiep niet meer scharrelen. Ik ben hem aan het knippen. Even de olie opwarmen ondertussen. Ik vind met olie koken altijd gezonder dan met bakvet. En ik ga nu even de kip knippen. Wij knippen kip altijd, vindt me handiger. Wel met een schone schaar uiteraard. Wees maar niet benauwd. Zo, tok, tok, tok zit in de pan. Nou ja, ze zullen niet veel meer plakken. Maar ik ben best wel gek op vlees, denk ik. Maar ik vind vlees echt heel lekker. Ook frikandellen en zo. Die heb ik al eerder zien eten. En vlogs en zo. Van een paar jaar geleden heb ik ooit vlogs gemaakt. Maar ik heb het wel even met twee handen doen. Want het werkt niet met één hand. Eén hand de pan vasthouden en de andere hand roeren. Dat is makkelijker. Dus dat gaan we toch maar even doen. Even de camera uitzetten. Hier hebben vrouwtjeachtige persoonlijkheden dan gewoon geen geduld voor om te wachten tot dit gaar is. Maar het zal moeten, ben ik bang. Ondertussen probeer ik dan bij de pan te blijven en dingetjes te doen en toch bij de pan te blijven. Maar ik kan niet hier stil blijven staan en wachten. Dat lukt me gewoon niet. Helaas. Mijn kippeltjes zijn eindelijk gaar. Dan gaan we de groenten bij doen. En kruiden uiteraard. Natuurlijk. Zo, kruidels. Met een beetje water. Kruidels met waterros. En die gaan we hierbij doen. Kijk, zie je, is een beetje beslonken. Dus dit soort garen worden zijn, ooit worden zijn. Ik hou niet zo van heel veel van hele knapperige groenten, zeg maar. Ik moet wel een beetje, ja, gewoon te slikken zijn, zeg maar. Bij de kiep. En dit gaat er doorheen. Er zitten van die zakjes in van de Ritos van Albert Heijn Eindminnen. Zo, een wat gekookt als water was voor de rijst. Dus ik heb hem uit de koeker gehaald, dus hij is al aan het koken. Maar ik kook die toch nog nooit helemaal optimaal. Dus dan doe ik hem altijd nog eventjes wat aanzetten. En doen we daar lekker de rijst erbij. Zo, c'est fini. Even de rijst proeven, zonder dat ik mijn mond verbrand. En je mag nog wel even eigenlijk. Dan is het nog niet klaar. Maar wel bijna. Kijk, ze ziet eruit.
En de ruist. Oh, het ziet er best lekker uit als ik het zeg. Zo, even proeven. Ik denk dat ze lekker is. Dat is mijn moeder. Het smaakt best lekker als ik het zelf. Dat het best lekker smaakt, al zeg ik het zelf. En dan hebben ze het over de smartphone jeugd van tegenwoordig. Ik zit hier gewoon de krant te lezen aan tafel. Schandaal. Het is 6:30. Ik lig lekker even in bad. Nog steeds met twee verschillende ooglooken. Omdat ik dus review heb gemaakt. En een vergelijking van het iHeart make-up rose gold paletten. En de kleine. Deze look heb ik gemaakt met het gewone palet en deze met het kleintje. Daar komt binnenkort een video van en een review van die vergelijking. Ik wil morgen krullen. Dus ik gebruik de Purest Volume Shampoo van Balea, die ik heel erg fijn vind. En de Ghoul Volume Conditioner. En deze combinatie krijg ik echt volume van. En dan, ik heb ooit een video gemaakt, voor ooit, nog niet zo lang geleden, over hoe ik precies krullen krijg, zeg maar. En hoe ik dat exact doe. En de video zal ik ook eventjes linken, zodat je er naartoe kan gaan. Ik ga nou even chillen, make-up eraf halen, gezichtje een beetje verzorgen. En dan ben ik zo bij je terug. Ik ga trouwens dit product op mijn gezicht gebruiken. Dit is een voedende suikerscrub van L'Oreal. Ook in zo'n pot. Over die potjes heb je me vaker horen praten. Dit is ook een hele fijne. Dit voedt echt heel goed. Er zit een hele fijne olie in. Ik scrub er niet echt mee, maar ik plant het gewoon op mijn gezicht. En dan laat ik het 10 minuutjes zitten. En dan heb ik echt het gevoel dat mijn huid heel erg gevoed is. En dan was ik het eraf. Dus ik scrub er niet echt mee. Want ik peel in plaats van dat ik scrub. Ik gebruik peeling. En dit is echt een hele goede aanrader. En hij is nog niet zo lang uit. Ik vind die grijze ook heel fijn, maar om andere redenen. Die is echt om te schoonmaken en deze is echt om te voeden. En dat heeft mijn huid nodig, want ik heb een vette huid. En een vette huid heeft voeding nodig. En dan merk ik echt als ik mijn huid voed dat die een stukje minder vet wordt. Als u denkt, wat ruikt het hier lekker, dan ruikt het waarschijnlijk naar fris gewassen vrouwtjes. Ik heb lekker op mijn haren gewassen en ik wil krullen, dus dan doe ik dat zo. Ik heb daar ooit een video over gemaakt die ik dus al heb gelinkt over hoe ik dat doe. Zo, onder andere, maar de volledige beschrijving vind je in die video. Ik ga lekker even in de tuin een boek lezen. Harry Potter, of course. Als ik dan eenmaal daarin bezig ben, dan kan ik er ook moeilijk mee stoppen. Net zoals vanmiddag, maar ja, toen was ik ook gewoon aan het uitstellen om op te ruimen. En daarna ga ik lekker film kijken in bed. Allemaal niet zo heel interessant om te filmen, vind ik. Daarom wil ik dit het einde van mijn vlog maken. Ik wil je bedanken voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Doei!